Deze verkeerslichten op de Eindhovense weg in Geldrop, vlakbij de DAF, zijn niet meer te vertrouwen. Ze zijn al een paar keer uitgevallen en dat op een heel druk kruispunt. Oppositiepartij VVD vindt dat er snel iets moet gebeuren. In onze ogen moeten we geen enkel veiligheidsrisico willen lopen bij de drukste kruising met verkeerslichten binnen onze gemeente. Dat het college een antwoorden schrijft dat in coronatijd de gevolgen van het uitvallen van de installatie tot op heden meevallen, dat verbaast de VVD enorm. Want het is echt één grote chaos die zorgt voor verkeersonveilige situaties met alle risico's van dien. Toch wil de gemeente de lichten nu niet vervangen, maar pas over een jaar. Volgens wethouder Van der Laar is het nu minder druk tijdens de crisis en is het goedkoper om volgend jaar nieuwe lichten te plaatsen. Dan wordt namelijk ook de busbaan verlengd. We moeten het uitzingen met elkaar, denk ik. In uiterste nood, ik heb vandaag daar nog eens over gesproken, wat kunnen we nou doen als het echt allemaal omvalt? Nou, dan kunnen we noodlichtinstallaties plaatsen. Die zijn er, even die mobiele, die zetten we dan een jaar neer. Die hebben als nadeel dat die niet op verkeersaanbod werken. Dus daar gaan ze statisch werken, dat wil zeggen op groen. Ja, gewoon een tijd groen en dan oranje, rood enzovoort. Dus dat met alle nadelen van dien ook alweer. Dus dat vinden we de uiterste maatregel die we zeker van stal zullen halen als het echt moet. Voorlopig moeten automobilisten het dus nog even stellen met deze lichten. Die springen nu nog op rood en op groen. Maar de kans is dat ze het binnenkort niet meer doen.